Ik doe onderzoek naar... Het is de elektromagnetische veeropening. Een van deze. Ik doe onderzoek naar het herstel van tropisch bos in Mexico. Wat er veel gebeurt is dat bos gekapt wordt voor wat we noemen zwerflandbouw. Dus de boer plant zijn gewassen en nadat de oogsten niet meer veel opleveren, verschuift het landbouwveld. Dus de verlaten landbouwgrond die kan herstellen. Het bos daar komt op natuurlijke wijze terug. En wij kijken hoe dat proces gaat. En dat proces heet successie. We hebben verschillende bossen geselecteerd. En ieder jaar worden daar de soorten gemeten en geïdentificeerd van alle stammen die daar staan. Om te kijken hoe hard groeien die soorten en hoe verandert de samenstelling van soorten. Het doel van het onderzoek is om te kijken hoe weerbaar is het tropische bos. Dus in hoeverre kan tropisch bos herstellen nadat het is gekapt voor landbouwactiviteiten. Uitkomsten van deze studie kunnen ook belangrijk zijn voor de boeren lokaal, daar in Mexico. Misschien komt uit de uitkomsten van dit onderzoek dat ze het langer moeten laten braak liggen bijvoorbeeld, voordat de nutriënten volledig kunnen herstellen, zodat ook hun oogsten optimaal zijn en blijven.